Ik belde mijn moeder en ik zei, ja, we gaan mee aan Temptation. Mijn ouders. Zeiden ze nou wat doen? Het eerste wat ze zei, hoezo wil je van Giel af dan? Nee, nou, dat vond ik hartstikke leuk. Het is niks voor mij. Nou, die vroegen wel of ik nog even goed over na wou denken. Ja, er zijn heel veel vieze spelletjes gespeeld. Door andere mannen, ja. Behind the scenes is er fysiek wel meer gedaan dan dat jullie hebben gezien. De ultieme verleidtip. Ik verleid eigenlijk nooit iemand. Gewoon goede gevatte humor, snelle humor. Doen alsof je luistert misschien. Oh, ik krijg heel veel fanmail, ik krijg heel veel DM's en berichtjes. Dickpics. What? Ik werd er zo gek van dat ik mijn telefoon gewoon opzij legde. Dagelijks confronteren mensen me nog steeds wel met Temptation. Hoe kijk ik als ik iemand wil verleiden? Ja, weet ik niet. Ik denk ik ga een beetje... Je overvalt me een beetje. Nee, ik heb geen verleidingsblik. Nee, ik zou niet nog een keer meedoen. Ik zou niet nog een keer meedoen aan Temptation Island. Nee, te veel drama. Drama is drama. Fuck it. We wensen iedereen een fijne... Ja, iedereen een hele fijne foute zomer. Niet te fout. Niet te vies. Gewoon leuk. Ja. Yeah.